al het eten dat we inzamelen, dat gaat naar een tent die achter onze studio in Zon staat. En daar is nu mijn collega Jan Balen. Jan, wat is de tussenstand? Ja, je zei het daarnet al, meer dan 10.000 artikelen zijn er inmiddels al ingeleverd. Op allerlei plekken komen mensen die spullen brengen, want die karavaan die rijdt de hele week door de provincie. En vanmiddag waren ze in Bokstel, maar eerder, zoals jij ook al zei, stonden ze op de markt in Deurne. Suiker. Suiker, dat mag hier. Dat kan sowieso. Eregast in Deurne was Mark Meeuwis, de broer van Guus. Ook Mark nam eten mee voor de voedselbank. Speciaal voor mensen die niet tegen gluten en lactose kunnen. Mijn vrouw en een van mijn dochters heeft dat. En dat is echt vervelend. En als dat niet goed gaat, dan zijn ze echt goed ziek. En ik kan me voorstellen, het is voor de voedselbank, dus voedsel. Dan zijn ook mensen die een gluten- en lactose-intolerantie hebben. En daarna was het ook voor Mark handjes uit de mouwen. Ik kom mee helpen. Ik weet nou hoe het werkt, zeg maar. Hè. Zit een goed systeem in, hè? Ja, heel goed. Goed erover nagedacht. 4 uur lang werd er ingezameld in Deurne. Vele gullegevers kwamen langs. Ja, met de kinderen even gekeken. En er kwamen er ook wel blikken groenten voorbij. Dat ik dacht, oh, die zijn al 2 weken over tijd. Ja, dat komt dus ook voor. Ja, die kan ik niet meenemen. Toast en ragout en van alles. Koffie, thee, soep. Wat hebben we hier? Mais, groente, melk. Zakje snoep. En tomatenpuree moest volgens haar ook mee. Dus die zitten er nog extra bij. Het is voor een heel goed doel. En we leven in een zeer rijk land. We hebben heel veel welvaart. Maar er zijn ook mensen die net dat niet hebben. En daar moeten we ook voor zorgen. Nou, dus ik vind het heel goed dat wij dat met z'n allen hier kunnen doen. Nog één ding, Jan. Mensen geven ook spullen waar we niet om gevraagd hebben. Ja, dat klinkt wat onaardig als we dat zo zeggen. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar bijvoorbeeld, neem nou zoiets. Het is niet echt voedsel. Wasverzachter. Nou ja, dat komt natuurlijk ook goed bij de voedselbank terecht. We zorgen dat dat op een goede plek terecht komt. Maar wat we het liever niet hebben is dat mensen met alcoholische drank komen. Want die wil de voedselbank niet uitdelen. En het gaat ook niet om geld dit keer. Het gaat echt om goederen. Om die langhoudbare goederen als melk, wat is dit, thee, koffie. En wat heb ik hier allemaal nog meer? Suiker. Dat soort dingen, daar gaat het om. Die willen we heel graag hebben. En we hebben al heel veel, maar er kan echt nog veel en veel meer bij. Morgen staan we met de karavaan in Os en in Kuik. Donderdag staan we in Veghel en in Den Bosch. En vrijdag is de laatste dag van onze actie. Dan kun je nog terecht, net als trouwens de hele week in Mariadal in Roosendaal, bij de voedselbank aan de burgemeester, aan de Belaerts van Bloklandlaan in Tilburg. En hier in de studio van Omroep Brabant voor al die artikelen. En aanstaande vrijdag tussen 7 en 9, dan hebben we nog een extra actieuitzending op Omroep Brabant televisie en op Omroep Brabant radio. Dus kijk nog eens in die voorraadkast of doe nog eens wat boodschappen extra bij de supermarkt en breng ze naar hier. Je kunt er die 8000 mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank heel blij mee maken. Blijf ons helpen, blijf geven. Jan, dankjewel.